Dat er dus een bomaanslag was in, hier waar wij eigenlijk nu zijn. What's up guys, hele goede morgen. Een nieuwe dag hier in Istanbul. Wij krijgen net het beeld, tenminste mijn oma die belde mij in de ochtend, maar ik kon niet opnemen. En Mirjam die las net, wat las je nou? Bomaanslag Istanbul op een politiebus, 8 gewonden, 2 doden. Dat er dus een bomaanslag was in, hier waar wij eigenlijk nu zijn. In de stad. Dus dat is wel heftig man, ik ga niet voor je liegen. Wij gaan vandaag naar Antalya toe. Dus ik hoop wel dat we gewoon veilig zonder problemen aankomen daar. Het is wel heftig man, als het zo dichtbij is opeens. We hadden het er gisteren nog over. Mm-hmm. Van over bomaanslagen en zo. Hier, Alwa die, je hebt toch gelijk, hij kreeg net een melding van HLN dat er explosieven zijn op in Istanbul. Hawa. Is alles goed met jullie? Gelijk iedereen stuurt je berichtjes man, dat is wel gek. Het is ook de eerste keer in mijn leven dat het zo dichtbij is, maar alsnog merk je er niks van, het is zo raar. Want je, alsnog lees je het gewoon in het nieuws, want je denkt van ja, bomaanslag zal wel, maar je ziet het niet. Het is maar net dat je toevallig in de buurt bij buiten moet zijn, denk ik, dat je dat niet... Dat is heftig man. Maar zelfs Istanbul is zo groot, dat je het niet eens kan merken, want je hoort hier ook helemaal niks. Nee, precies, maar stel je voor je liep daar bij de bazaar. Terwijl het eigenlijk niet ver is van hier, maar wij zijn echt... Nee, bazaar is hier om de hoek. Het is gewoon, wij zitten echt 100 meter of zo van Sultanahmet. Ja. En de bazaar is gewoon iets verderop. Ja, dat is echt eigenlijk, ja. Dat is echt fucked up, man. Weet je wat het ergste van allemaal is? Is dat ik niet begrijp. Sowieso begrijp ik niet waarom je een bomaanslag zou doen. Maar dan nog tijdens de Ramadan, bro. Dat kan gewoon niet, man. Dan heb je gewoon geen respect. Voor niks gewoon, man. Ik wil jullie, zeg maar, dingen laten zien. Hoe ons uitzicht is. Maar het regent zo ziek, maar ik hou mijn pet boven mijn camera, dus dan wordt hij niet nat. En ik kan nu nog snel even het uitzicht checken, overdag. Dus kijk, hier is Sultanahmet. En hier heb je een zee, een stad en zo. Het is gruwelijk. En hier kan je dan gewoon zitten om te chillen. En ik ga snel weer naar binnen toe, want het regent. We hebben gisteren toch een cadeautje gekocht voor Lira. Check deze shit. Hey. Maakt deze ook salto, denk je, vriend? De kakoontje. We zitten in de shuttle. On our way to Antalya. Tenminste, eerst gaan we naar het vliegveld toe natuurlijk. En ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het is echt bagger weer buiten. Het regent. Gelukkig hebben we wel 2 dagen lang lekker weer gehad in Istanbul. En regent het nu pas, dus dat is wel fijn. Wij zijn nu richting het vliegveld aan het gaan. We gaan naar Antalya toe. Ja man. Ja, was wel even schrikken. Ik ga niet voor je liegen. We hadden gehoord dat er bomaanslag 11 bij de bazaar. Dus wij zijn bij Sultanahmet. Het is niet heel ver. Het is echt een kilometertje misschien. Nassel? Bij de grote bazaar. Ja, wij zijn onderweg naar het vliegveld nu. Sabi Haika Chaya. Tamanajim. Is goed. Is goed, uit de upte. Tamam, hadi. Doei doei. Düşürürse ara aşağı inirsin. Ben 3. katta yolcu alacakmışım. Peki bu. Yol beklermiştim. Ben gidiyorum kardeşim. Bu hadi. Hey, dit is gewoon Galatasaray Arena. Nu pas gezien. Wat sick. Ja, was ook niet echt in de buurt, hè? Zo, so, was echt super ver, man. Ja. Ah, wel jammer, man. Nou, hebben die ook gezien? Galatasaray Arena. Wel jammer dat het pas zo laat is en dat ik niet naar binnen kan gaan en zo. Aangekomen at the airport. Gelijk is een controletje. En als we daar voorbij zijn, dan moeten we eigenlijk nog best wel een tijdje gaan wachten tot we gaan vliegen. Maar ja, we hebben gewoon een beetje rekening genomen met het verkeer. Beetje file en zo. Maar we gaan nu eventjes door de douane heen. En dan gaan we naar Antalya. Dus Mirjam die is hier aan het chillen op een massagestoel. En ja, ze hebben geen. Ze willen niet wisselen. Oh. Nu heb ik helemaal geen geld. Oh. Ik wou niet. Mag ik dan? Ga dan maar uit. Ga je er niet uit? Nou, je past mijn hele leven. Ik wil op de massagestoel. Le! Kijk eens schudden dan, kijk eens schudden. Le! Hey. We zijn weer in het vliegtuig richting Antalya. En dit vliegtuig is wel net iets minder
modern als degene waar we in zaten richting Istanbul. Zoals je kan zien, zijn hier geen tv's. En bij die andere was dat wel het geval. Ja, oké, okay, maar ja. Dan moeten we met z'n allen naar één televisie lopen kijken. Dat is toch helemaal niet leuk? Godzegen mijn beenruimte, man. Dit is zo fijn. Normaal zit ik altijd zo, toch, zo gelijk erop, man. Maar in ieder geval, kijk. Turkish Airlines, dit keer geen tv. Wel hier? Wel hierboven, dus ik breek mijn nek bijna om te kijken. Maar ja, gelukkig moeten we maar een uurtje. En ik zit hier naast een man. En hij ruikt naar mest. Alsof hij net van het platteland is gekomen om te werken. Gewoon. We're off to. Ik wil Atlanta zeggen, maar we gaan naar Antalya. Atlanta. I got brought in Antalya. Dit is de meest vermoeiende vakantie ooit. We zijn helemaal kapot. We hebben een beetje heftige turbulentie. In het vliegtuig. Ja, ga maar filmen. Ja. Wat moet ik doen? Ik geef mijn hand. Ben je mensen weer bang? Aangekomen in Antalya. En het is iets benauwder dan in Istanbul. Maar we zijn nog niet echt buiten geweest. Wij gaan nu richting de paspoortcontrole. Daarna gaan we de koffers pakken. Daarna gaan we een taxi pakken richting het hotel. Ik ben heel erg benieuwd hoe het hotel eruit gaat zien. Want op de foto zag het echt heel mooi uit. En nu nog in het echt zien. Wij zijn op een hele andere vliegveld. Ja, misschien zijn dat meerdere vliegvelden. Dit is niet hetzelfde vliegveld waar wij... Is dat zo? Kijk, die haai is grappig. Oh, dat is wel grappig. Antalya Aquarium. Oh, ze hebben hier een aquarium blijkbaar. Dit is een hele andere vliegveld dan dat wij gewend zijn. En ik ben benieuwd waar de fuck we echt zijn, want... Is het verder dan Lara, van Lara of dichterbij? Ik weet het niet. Ik heb gewoon Antalya geboekt. Uit. We gaan het zien, jongens. Daar zijn we weer, jongens. Dat is wel een gek gevoel, hè? De welbekende Antalya. Weet je, Antalya is ook een beetje bijzonder voor ons, omdat wij soort van onze honeymoon hier hebben gehad. Onze allereerste vakantie was ook hier. Het is wel leuk om weer even terug te zijn. En dan weer even gewoon terug in Antalya chillen en zo, man. Met al die winkels en zo. Wow, het komt echt bekend voor, hè? Grappig, hè? Ja, dat is echt leuk. Hé, hey, kijk, dit is ons oude hotel, man. Grand Park Lara. Ja, Grand Park Lara was wel leuk, man. Oh, wat grappig. Zoveel herinneringen komen weer naar boven. Dat maakt me echt heel gelukkig. We lopen misschien straks wel even langs, dat is wel leuk, man. Hoi. Maar fuck met die hakenkruis, man. Ja, maar dat zei je toch de vorige keer al. Ja, dat is raar, man, broer. Bij het hotel. Hier. Teuring nu. Ben benieuwd. Ik ben ook heel erg benieuwd. Oh, hij zet ons gewoon voor de deur af. Dat is wel gangster, man. Nu voel ik me heel belangrijk. Echt, hè? Hop, voor de deur. Ja, jongens, aangekomen in het hotel. Tering, hé. Het ruikt hier ook gewoon naar lekkere hotel. Heerlijk. Dit is echt een belachelijke... Het lijkt op een boot. Dit is echt sick, man. We zijn nu bij de receptie. Eventjes alles fixen, kaartje van de kamer krijgen, kunnen gelijk even onze kamer gaan checken. En sowieso moeten de wifi, maar de wifi die krijg je sowieso wel mee. Maar dit is wel echt een sick hotel. We gaan straks wel even een toertje doen door het hele hotel. Kunnen ook wel even gelijk buiten checken. Gaan we gewoon even alles bekijken, kamers, alles erop en eraan. Ik ga jullie een kleine rondleiding geven in het hotel. Maar in de volgende vlog van morgen ga jullie nog een betere rondleiding krijgen. Want het is nu gewoon waar ik loop. Gaat de kamer mee. En ik ga morgen gewoon even kijken naar de plekken waar andere mensen niet komen. Waar wij wel mogen komen. Ga ik dat filmen. Ja, toch? En jullie weten wat ik altijd doe in lift. Oh, why don't I leave and flirt? Gewoon normaal. Oh my god. Ik doe het in elke vlog. En volgens mij hoorde je gewoon als ik kapot raad. Nee, echt? Ja, echt. Dat is fucked up, man. Och, jongens, kijk eens. Mensen trouwen hier ook gewoon. Ik ga niet voor je liegen. Deze foto's zijn wel beter dan de standaard foto's. Vind je niet? Ja, die onderkant. Meestal zijn die foto's... Oh nee, wacht, hier zijn ze. Hier zijn ze. Dit zijn de welbekende foto's, jongens. Van Turkse fotografen. Kijk met die zonsondergang. Die zijn te ziek. Deze is echt te ziek. Kijk deze Punjabi. Dit is het restaurant. We gaan even een rondje doen van wat er allemaal te eten valt hier. Kijk eens aan. Man. Hier lekker fruit. Hier is al het normale eten. Ziet er allemaal hartstikke goed uit. Nog meer.
We gaan al heel het hotel laten zien, hè, toch? Ik wil het liefst overdag doen, dan zie je tenminste alles. We gaan nu gewoon eventjes naar een paar plekjes gaan. Gewoon om een soort van. Maar ja, we hebben net gedoucht allebei. Ik heb geen zin om mijn make-up te doen. Dus we gaan gewoon zo. Scheid. Voor de eerste keer, jongens. Scheid. En we gaan jullie een rondleiding geven. So let's go. Allright, we gaan eventjes checken wat er hier allemaal valt te doen. Deze avond hebben we tenminste iets gedaan, want we hebben geen zin om naar buiten dan de stad of zo te gaan. Because we are tired, man. We hebben een hele zware dag gehad. Vliegen en shit van Istanbul naar Antalya, helemaal kapot. Oh, en die vlucht ook, die turbulentie was echt. Zo. Die shit ging echt. Dit hier is de binnenzwembad. Is deze open of niet? Even filmen. Ah, kom op, man. Ah, kom op. Oh, dit. Oh, heb ik hem gesloopt? Oh, weet je, ik durf hier niet. Nou, in ieder geval, dit is de binnenzwembad. Volgens mij heb ik die deur gesloopt. Het is wel jammer dat we in de avond zijn aangekomen. Ja, ik ga jullie heel weinig kunnen laten zien. Maar in de vlog van morgen ga je waarschijnlijk veel meer kunnen zien. En dan zien jullie ook gelijk hoe het overdag eruit ziet. Hier heb je een soort van aquapark en zo. Jongens, het is echt ongelooflijk groot. Hey, kijk eens. Hey. Maar je kan gewoon echt letterlijk overal zwemmen hier. Dat is niet normaal. Het gaat maar door. Oh, ik kan echt niet wachten tot morgen, man. Ik heb zoveel zin om te zwemmen. Weet je hoe lang ik niet heb gezwommen, man? En als het zo lekker 30 graden is, in water duiken. Pekva, baantjes trekken, bommetjes doen, mensen irriteren, Ijen op de glijbaan hier gaan. Helemaal gek, hij is dan Matty. Wat is het staan, zie je dat? Ja, daarom zeg ik toch, kijk, besef in hoeverre je kan lopen gewoon. Rustig, 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 ik ga je vallen, alsjeblieft, doe rustig. We moeten weer naar het ziekenhuis en zo. Huh? Ik krijg de laatste tijd heel veel comments van, hoe vaak ga je op vakantie? Dit is zo tijd. Vaak als wij willen. De hele tijd. Je moet genieten, man, broer. Je moet genieten van het leven, man. Zo, dit is een strand. Prachtig. Wow. Dit is echt sick, man. Kijk eens wat een prachtige sfeer hier. Dit is toch geweldig, jongens. Ik kan niet wachten tot wij hier gewoon morgen met 30 graden kunnen liggen. Kunnen bakken. Kunnen springen in de zee. Heerlijk. Kijk hier, jongens. We hebben een pad gevonden. Niet zo snel, niet zo snel. Kijk hem springen. Lira, we hebben een vriendje voor jou. Ik wou dus net, ze hebben hier zeg maar zo'n game hall en ik wou net bij die game hall gaan spelen. Want blijkbaar moet je jeton netjes kopen en die heb ik niet. En ik heb ook geen money bij me, want mijn money is zeg maar op kamer. So yeah, there's no playing, there's no fun for me. Maar, morgen is ook een dag. Hi guys, back in the room. Ik ga de vlog gelijk eindigen voor vandaag. Het is leuk geweest, heel een zware dag, heel veel gereisd, hoe zeg je dat? Gereisd, wat is er? Ik weet het niet, in ieder geval. We zijn moe. Morgen is eigenlijk de officiële eerste dag van Antalya. We gaan lekker veel plezier hebben. We gaan zwemmen. We gaan chillen. Ik ga proberen om in de ochtend nog even gym te pakken. Vind ik wel lekker om de dag te beginnen. En ik wil allemaal bedanken voor het kijken. Like deze video. Abonneer op het kanaal. En ik zie jullie weer de volgende keer. Peace!